Wat op zich de eerste helft al wat kansjes. En de tweede helft hadden zij weer de wind mee en komen ze op 1-0 voorsprong. En toen dachten we van ja, wij scoren bijna altijd. En gelukkig kregen we nog een penalty mee, dus daar zijn we heel blij mee, ja. Waren jullie te veel aan het breien in de eerste helft? Jawel, we hadden wel veel balbezit, alleen de eindpas waren steeds, die kwamen niet aan. Maar dat moest gewoon beter. Dat hebben we ook in de rust gezegd. Alleen daarna hadden we de wind tegen en toen was het alleen maar, kwam het alleen maar op duel staan. Ja, dan kom je nog 1-0 achter en dan denk je van het gaat niet gebeuren. En gelukkig kregen we nog een penalty mee in de laatste minuut. Ja, daar zijn we gewoon echt hartstikke blij mee. Ja. Wat verklaarde het verschil tussen de eerste en tweede helft? Ja, ik denk ook een klein beetje geluk. Ik kop nog een bal tegen de paal. We krijgen nog wat kansjes. En zij krijgen gewoon één goede voorzet en ze koppen hem erin. En voor de rest waren ze een beetje gevaarlijk met voorzetten. Ja. Dus echt ongelooflijk aan de wedstrijd. Ja. Ik moet ook nog beseffen hoor. Ongelofelijke kopbal ook op de paal, hè? Ja, ik scoor nu vaker met de hoofd bijna. En, dat was al bijna mijn derde keer. En, ik kopte hem heel hard en ik zag hem niet meer. Dus ik denk, hij zit wel in een netje, maar hij tilt de paal. Dus jammer. Jij stond er ook bij. Wat gebeurde er precies? Want het was uiteindelijk een rode kaart, een hensbal, een strafschop. Ja, Sven kopte hem richting de hoek en Overtoom tikte met zijn hand eruit. En hij kwam nog voor mij, dus hij tikte nog een keer. En wij appelleren voor Hens en de scheids en de videoscheidsrechter die zagen dat Hens was. Dus, top dat ze waren. Ja, en het duurde nog lang voordat de strafschop werd genomen door Serrarens. Ja, wat spookt allemaal door jou hoofd? Want hoe bizar is het eigenlijk? En gelijk speelde dus voelt als een overwinning. Ja, ging alles omheen. Ik was aan het bidden. Iedereen, het Overtoom ging nog, die kon wel uit het veld aflopen. En die ging nog een beetje tijd trekken. Een beetje. En ik had ook tegen Fabian gezegd, Fabian rustig aan. Fabian maakt ze altijd ook op trainingen. Dit is wel een andere koek, maar we gewoon rustig en bidden. Ja, gelukkig zat iedereen. En nu zondag, wat verwacht je ervan? Ja, we zijn er nog lang niet kijken. Je ziet dat we kwaliteit hebben, maar op de Vijverberg, op gras. En wij met een volle stadion, dan moeten we het gewoon over de streep trekken. Dit moet wel ook wel een boost geven, hè? Ja, tuurlijk. Je hebt een goal mee. Hun beste speler is geschorst, dus hopelijk gaan we het niet meer weggeven. Maar we zijn er nog niet. Ja, en dan de opluchting heel groot, het feestje met het uitvak. Ja, stop. Dat ging ons ook de hele tijd steunen. Je hoorde ze van Kopsieboer, Atamotamotta. En gelukkig valt hij nog in de laatste minuut. Gek huis. Hoe was het deze week voor jou? Want ook ondertussen ook nog je contract verlengd met 2 jaar. Ja, daar ben ik blij mee. Het duurde even lang, maar we zijn eruit gekomen en daar ben ik echt heel erg blij mee. Waarom wil je zo graag blijven? Ja, ook mijn, hoe zeg je dat? Mijn beslissing was ook de thuiswedstrijd tegen Telstar na de wedstrijd. Dat iedereen mijn naam ging roepen, je moet blijven. Toen dacht ik van oké, we gaan nog een keer met de club praten. En toen kwamen we eruit. En ik ben hier begonnen als profvoetballer. Dus, ik ben met iedereen goed, ook in de club, met het personeel, met de supporters. Dus ik ben blij dat ik hier nog 2 jaar kan blijven. En je bent begonnen in de Eredivisie, daar ben je heel dichtbij. Ja, ik hoop dat dat wij gaan promoveren weer. Ja. En dat verdienen wij ook. En de club. Dus zondag gaan we er vol tegenaan. Kan het nog mis? Mag het nog mis? Kijk, in voetbalrij weet je het nooit. Je hebt Cambuur gezien tegen Dordrecht. Dus wij moeten gewoon gefocust zijn en goed behandelen en goed uitrusten. En dan hopelijk zondag afmaken.